is hier zwart. Zaag minder, daar is het verschil kleiner als bij het wit. Hetzelfde voor het rood. Het rood is daar, je zult zeggen, heviger. Maar op die leeftijd mag dat nog niet. Want dat wil zeggen, als dat nu al op zo'n grote leeftijd top is, gaat dat enkel maar achteruit. Dus dat moet eigenlijk in proportie meegroeien met de ouderdom van de vis. En een topvis is eigenlijk, heeft al die top-eigenschappen als ze ergens tussen 80 en 85 centimeter is. Maar niet elke vis wordt dan. En de grootte van de vis wordt bepaald door het voedsel of door de grootte van de... Eerst door genetica, dat is het eerste. Als het er niet in zit in de vis, dan zal het er ook niet uitkomen. Het tweede punt is waterkwaliteit.